Hallo iedereen. Ik neem eventjes de tijd om een korte video op te nemen. Zoals je kan zien ben ik aan de zee vandaag. Echt speciaal ook omdat we vandaag 10-10 portaal zijn. En eigenlijk ook wel de tijd is om nieuwe keuzes te maken. Om te gaan beslissen op welke tijdslijn dat je wil gaan leven. Dus ik hoop dat je vandaag ook iets doet in de natuur, al is het zoals mij even komen opladen naar de zee. Of een wandeling maakt in de duinen, of naar het bos gaat, of naar een of andere waterplek waar dat je eigenlijk weer kan verbinden met je diepste zelf, met jou, wie dat je werkelijk diep van binnen bent. Met hoe en wat, wie je wilt zijn in deze wereld en hoe dat je eigenlijk wil gaan leven. We hebben ook een aantal oude kristallen teruggegeven aan de aarde vandaag. Want als je ruimte maakt voor alles wat je al gediend heeft, dan creëer je ook weer energetisch ook weer ruimte om nieuwe dingen in je leven te laten. Zo, ik ga met de kinderen het strand op, nog wat gaan vliegen. Dan nog iets gaan drinken en op het gemakje dan terug naar huis keren. Ik hoop dat jullie ook nog genieten van de zonnestralen. Ik voel de warmte op mijn gezicht. Misschien dat jullie ook de warmte kan voelen door de video heen. Ik zou zeggen, geniet van de helende energie dat het 10-10 portaal met zich meebrengt. Geniet van de zee, van het water, van alles wat de aarde jou te bieden heeft. En vertrouw dat alles wat er gebeurt, hoe lastig dat ook is, de obstakels die op je pad komen, dat ze er zijn om je sterker te maken, om je krachtiger te maken. Om je lessen te leren. Om eigenlijk jou weer dichter bij jouw wensen te brengen. Want dat is eigenlijk allemaal de reden waarom we door al die strubbels en lastige momenten heen gaan. Zo, ik wens je een fijne zondag en dan zie ik je morgen in een nieuwe video. Dag!